Hoi allemaal, ik ben Anjani, welkom bij een nieuwe vlog. Het is de derde Ramadan vlog en het is vandaag zondag. Ik ben een beetje buiten adem omdat ik net naar beneden ben gegaan, want Anouska heeft jalebi voor me meegenomen uit Zalthal. En het is echt verse jalebi. Kijk, helemaal krokant. Dus die ga ik vanavond even eten. En ik ga nu naar Amstelveen om even een cadeautje van mijn Adji te halen. En ik heb heel veel mitai van gisteren nog, die ga ik meenemen. En ik ga misschien nog even naar een vriendin en dan kom ik thuis om te eten. Volgens mij is die camera een beetje scheef, maar het is maar even zo. Anouska had dus jalebi voor me meegenomen uit Zalthal. En ik ben echt mega blij, want die jalebi is dus vet krokant. Ik had een gedeelte aan mijn... Ik had al die mitai die ik had gekregen meegenomen naar mijn Adji's verjaardag. En gelukkig lustte iedereen het. Want ik had mais of kokoskoekjes... Surinaamse gulab jamun, dus die dikke. Ik had nog baklava die ik had gekregen van de bruiloft van vorige week. En ik had een beetje jalebi meegenomen. Maar Adji nam eigenlijk de jalebi meteen apart. Het is 11:50 nu. Ik ga zo slapen. Ik ga nog eerst even bidden en dan slapen. Ik heb vandaag bij de familie gegeten. Ze hadden barbecue. Dus ik heb gewoon rijst gegeten. Kippenvleugels, een paar garnaaltjes. Een tante had samosa gemaakt. Mijn moeder had kipnuggets verzameld. Die heb ik ook gegeten. Er was pandancake. Een andere cake heb ik gegeten. En ik heb een paar perziken gegeten. Maar echt een heel klein beetje. Mijn neef kijkt me ook aan van wat heb je allemaal gegeten. Echt veel te weinig. En ik was een cadeautje gaan halen. En ik was even naar de Sarah. Dus dat wilde ik ook nog even laten zien aan jullie wat ik daar gekocht heb. Oké, ik heb gewoon basic onderhempjes gehaald. Bij de Sarah. Met van die spaghetti bandjes. Vind ik wel handig om gewoon onder trui te dragen die ik een beetje doorzichtig zijn. En ik ben echt een truipersoon. Dus ik heb deze ook gehaald. Zo'n dunne stof. Vind ik wel mooi. Ik ga die denk ik morgen naar het werk dragen. En ze hadden eentje van dezelfde stof. In zo'n groene, gelige kleur. Die vond ik echt heel mooi. Ik weet niet of die heel laag is. Maar die wil ik ook nog binnenkort dragen. Maar dan kan ik ze onder even eronder doen. Ja, ik moet mijn make-up even afwassen. En dan kan ik gaan bidden. Vanaf morgen wil ik eigenlijk echt weer gezond gaan eten. Want ik probeer ook gewoon af te vallen terwijl ik aan het vasten ben. En het helpt niet als je dan heel zwaar vlees gaat eten en allemaal zulke dingen. Dus dat ga ik ook nog doen. Dus ik zie jullie morgen weer. Trouwens, ik ben helemaal vergeten. Ik had zaterdag een van mijn klantjes gefilmd hoe er haar en de make-up eruit zagen en haar kleding. En ik moest het eigenlijk in een vlog van hiervoor erin plakken. En ik ben het vergeten. Dus ik ga de beelden daarvan nu even in plaatsen. En dan kunnen jullie mijn werk ook even zien. Stella, staan we recht? Dan ga ik gewoon. Het is maandag en ik kom net thuis. Het is kwart over 7. Ik was 6 uur weg van werk. Toen ben ik even boodschappen gaan doen en eten gaan halen. Ik had toch zin in middag, maar ik heb een wrap gehaald en linzensoep. Dus niet zo heel zwaar. Maar ik heb wel vast kousenband gehaald en bakkabana. Zo voor morgen. Ga ik het morgen maken met garnalen en rijst. Is somewhat beter. Ik wil nu gaan douchen om te bidden. Want ik merk dat ik s'avonds echt dood op ben na het eten. Dat ik het dan echt met pijn en moeite doe. Dat wil ik niet. Dus nu ben ik nog wakker. Dus ik ga het nu doen. Ik ga de was opruimen van gisteren. Heb ik ook nog. Misschien nog één wasje gaan doen. Maar ik heb dus net gelopen van het winkelcentrum naar huis. En het was echt 10 minuten. En ik ben ook helemaal bezweet nu. En het is gelukkig thuis al wat koeler. Want ik heb geen zon overdag. Maar ik ga dus even douchen nu. Beetje donker. Ik heb 4 minuten totdat het tijd is om te eten. Ik had verteld dat ik even dus eten had gehaald. Ik heb hier mijn wrap met kip. Dat is brood voor mijn linzensoep en mijn soep is nu aan het opwarmen. Ik heb de jalebi uit Zalthal en ik heb een paar amandelen. Dit is probiotica, visolie, en vitamine D en calcium en zo. En ik heb bosbessen en dadels hier. Waarschijnlijk krijg ik natuurlijk niet alles op. Maar goed.
dat is dus wat ik ga eten. Trouwens, ziet het er ook extra moe uit. Ik heb dus nu een beetje last van wallen. Ik ga zo meteen nog een aflevering van The 100 kijken, want het is weer maandag. Het is een nieuwe aflevering. En dan ga ik vroeg slapen, want morgen om 8 uur beginnen. Dus de nacht gaat weer heel zwaar worden. Hallo, het is dag 12, volgens mij. Het is dinsdag. Ik ben net thuis van werk en ik dacht ik ga nu vast koken en opruimen en dan ga ik even liggen, want ik heb echt heel kort geslapen. Ik was echt moe vandaag. Ik moest mezelf weer door de dag slepen. Dus ik heb net even banaan gesneden. Die ga ik bakken. En ik heb kousenband. Ik ga dat met garnaaltjes maken. En ik heb dus nog linzensoep van gisteren die ik niet heb opgegeten. Dus dat ga ik even maken nu. Ik heb letterlijk, ik weet niet wat ik hoe ga kruiden. Dus ik heb tomaat, uien, knoflook, vers. Ik heb een beetje garam masala gedaan. Een beetje paprika poeder, een beetje piment. Ik heb gele peper uit de vriezer erin gedaan. Zoute peper doe ik zo meteen. En ik ga chili saus erbij doen. Die heb ik hier. Ik weet niet waarom. Ik heb zin in zoete garnalen met kousenband. Ik ga kijken of het zo meteen wordt. Ik heb de garnalen al doorheen gedaan. En die chili saus. Het ruikt echt lekker. En je ziet dat de tomaten nu dus helemaal aan het smelten zijn. Die geven me dan gewoon een shootje. Ik ga nu de kousenband erdoorheen doen. En dan die nog even mee. Oh, dat ben ik helemaal beslagen. Totdat die kousenband ook gaar is. Oké, dit is het geworden. Ik wilde het eerst met rijst eten, maar dat ga ik toch nooit van mijn leven opkrijgen. Dus ik ga het gewoon zo eten met een beetje banaan erbij. Ja, dus ik ga nu even deze was hier ophangen. En dan ga ik even me denk ik omspoelen en een douche. Ik heb mijn eten klaargezet. Mijn banaantjes. Ik heb nog soep van gisteren. Mijn water. Alleen elke dag mogen we steeds laten eten. Het is nu voor mij 21:52. Zo laat. Totdat het 10 uur is. En dan is het laatste wat je kan eten. Het is woensdag. Het is 7:30. Ik ben net thuis. Ik was heel vroeg begonnen. En ging heel laat weg. En een collega van me, haar laatste dag was vandaag. En ze had allemaal snacks meegenomen. Ze had het voor me apart gezet, zodat ik het vanavond kon eten. En wat doe ik? Terwijl ik spullen aan het terugbrengen was naar onze afdeling, ben ik die tas met eten vergeten. En ik baal echt, want ik had echt zin om alles te eten. En ik ben het gewoon vergeten. Wel leuk, mijn buurvrouw heeft La Durée macarons van me meegenomen uit Parijs. Dus ik ga ze nu even openmaken. Alvast even kijken wat erin zit. En vanavond ga ik gewoon 4 eten, want je mag ze toch maar 3 dagen houden, weet je. En daarna is het een beetje net klaar. Ik ga ze er even uitpakken. Dit is mijn tasje. Ik heb echt veel van die tasjes. Oh, gelukkig. Ze heeft het in de koelkast gezet. Ik was al bang. Oh, zo leuk. Er zit een servetje bij. Ik heb nooit servetjes hierbij. Oké, 2 servetjes. Nou, die ga ik bewaren. Die zijn vet chic. Kijken of die... Oh, hij is die geplakt. Dus ik vroeg om 6, maar ze zegt 8 is goedkoper. Dus ik heb 2 pistaches. Dit is aardbei of framboos, I don't know. Die chocola, dat is karamel. En het zal wel vanille zijn en nog iets, I don't know. Maar het is vet mooi. Oeh, dus vanavond ga ik er 4 eten. Gisteren zou het trouwens stormen of zo, maar ik heb van 7 tot 9 geslapen. Ik heb dus helemaal niets meegekregen van die storm. Het is nog steeds warm. Het is zo benauwd in mijn huis. Ik heb nu die ramen opengezet. Ik denk niet dat ik nu een dutje ga kunnen doen. Het heeft geen zin. Maar goed, nu die snacks dus niet mee zijn, moet ik iets erbij gaan koken. Ik heb nog garnalen met kousenband, dus ik ga mijn rijst erbij maken. Ik heb nog wel fruit. En dan wordt mijn toetje de macarons. Die ga ik dus eten. Maar ik denk even ga douchen, want ik heb zo warm. Ik kom net van werk. En het is vet mooi weer. Ik loop natuurlijk met een vest, want ik heb het heel erg koud op mijn werk. Ik ga thuis even douchen. Oh mijn god, allemaal vliegen. Ik ga thuis even douchen. En dan ga ik naar de moskee toe in Hoofddorp. Want ik ben uitgenodigd voor een iftar daar. Dus ik ga ook even kijken wat ik aan ga doen. Dat weet ik nog niet. Het is mega donker. Oké. Even kijken. Ik heb een tuniekje aan. Met een legging. En een zwarte lange vest. En ik heb net droog shampoo in mijn haar gedaan. En het is nog steeds grijs. Ik moet sowieso een sjaal op mijn hoofd. Maar ik zie er een beetje oud uit nu. Het is bijna 8:30.
Dat betekent dat ik zo meteen de deur uit ga, want ik moet een half uurtje rijden. En dan kan ik nog even acclimatiseren daar, zo even kletsen met haar voordat we gaan eten. Ja. Oké, ik heb droog shampoo gebruikt, dus mijn hele haar is grijs. En het wordt ook niet minder. Het is een beetje shit. Het is 8:30. Ik ga zo weg. Het is 8:30 rijden. Hopelijk is het nu ietsjes minder. En dan ben ik er voor Iftar al. En dan kan ik nog een beetje kletsen met Rizwana. Want zij heeft me uitgenodigd om te komen eten. Het is heel leuk. Dus ik ben benieuwd. Ik ging 12:00 weg bij de moskee. 12:00. 11:30. En het is nu 12:00. Het is zo heet in mijn huis. Ik kan er niet aan. Ik heb ook geen airco. Ik heb geen ventilator. Ik heb helemaal niets. Goed nieuws is dat ik morgen pas om 2:30 bij Van der Valks heb hoofd te beginnen. Dat betekent dat ik dus tot 3:00 of zo wakker kan blijven. Kan eten van mijn leven nog. En 2 liter water nog kan wegwerken. Want ik heb al 1 liter op. Ik ga denk ik film kijken. Want ik kan uitslapen morgen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dat heb ik echt nodig. En dit weekend ben ik vrij. Zaterdag en zondag. Dus ik... ja, wat ga je doen dan? Ik ben in ieder geval blij dat ik kan uitslapen. Dat heb ik echt nodig gewoon. Ja. Ik heb nog macarons over. Ik ga ze nu gewoon opeten, denk ik. En dat was het voor deze vlog. Ik heb 5 dagen weer gevlogd. Deze vlog was denk ik misschien iets minder leuk dan die andere. Omdat ik in deze 5 dagen niet naar buiten ben geweest. Want het was zondag tot donderdag. Maar morgen is het vrijdag. En dan is het vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Dat ga ik allemaal vloggen. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, vergeet het ook niet te doen. En ik zie jullie in mijn volgende vlog. Doei!